Maar platform Eat Back Kampen houdt vanavond in de kinderboerderij Kanteleer een netwerkbijeenkomst over stadslandbouw. Jasper, jij hebt de leiding vanavond. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Stadslandbouw. Stadslandbouw, ja, dat is een fenomeen wat inmiddels al een aantal jaar best wel populair begint te worden hier in Nederland. En ook in Kampen hopen wij dat het voet aan de grond krijgt. We gaan in ieder geval vanavond gaan we het erover hebben. Stadslandbouw gaat natuurlijk over tuinieren, hè, bijvoorbeeld in de stad, dat we gebruik maken van braakliggende gronden bijvoorbeeld voor tuinieren. Maar eigenlijk vinden wij dat stadslandbouw veel breder is. Het gaat niet alleen over dat mensen met voedselproductie bezig zijn, maar bijvoorbeeld ook over een lokaal voedselnetwerk. Dus, en dan heb je het over bedrijven die produceren voor de stad bijvoorbeeld. Is dat van oudsher of is dat echt nieuw? Ja, eigenlijk bestaat dat natuurlijk al heel erg lang. En Kampen heeft wat dat betreft een hele mooie traditie op dat gebied. We hebben nog tot, ik geloof in de jaren 90, nog stadsboeren gehad hier in de binnenstad. Dus dat is een hele leuke traditie waar we op terug kunnen kijken. Het is wel een trend ook die de laatste jaren weer heel erg in komt. En het is dit keer niet bittere noodzaak misschien, maar wel iets breder en ook toegespitst op bijvoorbeeld dat mensen weer een band kunnen krijgen met voedsel en voedselproductie. Dus dat mensen weer weten waar hun voedsel vandaan komt. Hebben we het dan over ecoproducten? Ja, dat kunnen ecoproducten zijn. Duurzaamheid is ook een aspect wat heel goed past, denk ik, bij stadslandbouw. Daar zijn de meningen wat over verdeeld en wij willen het ook vooral zo breed mogelijk aanpakken wat dat betreft. Maar dan denk ik ook bijvoorbeeld aan bloemenperken, waar mensen bij wijze van spreken zelf hun bloemen kunnen plukken. Ja, pluktuinen. Ja, absoluut. Vinden wij ook absoluut onderdeel van stadslandbouw. Het is van bloemen, van groeninitiatieven, tot aan echt professionele voedselproductie. En eigenlijk, dat is het hele brede spectrum, alles daartussenin. Maar hebben wij in Kampen daar wel genoeg ruimte voor? Ik denk het wel, ja, absoluut. Nou ja, Kampen is eigenlijk een relatief kleine stad. Hè. En de andere kernen zijn ook niet al te groot. Dus je zit natuurlijk al heel snel in het achterland en dat is al prachtig, noem je dat heel veel. En onze buitengebieden? Nee, dat bedoel ik. Daar is al heel veel potentie natuurlijk voor stadslandbouw, voor lokale voedselproductie. Maar binnen in de stad hebben we nog zat ruimte, ook in de openbare groene voorziening, om daar ook mee aan de slag te gaan. En dat bewoners zelf ook de schop in de grond kunnen doen. Ik las dat het eigenlijk het initiatief vanuit de gemeente kwam van vorig jaar. Is het zo dat het nu een jaar draait? Een jaar draait. Ik denk dat het eigenlijk dus altijd al bestaan heeft. Dus we moeten ook heel erg kijken naar wat er al is. Hè. Het is niet dat we in één keer het wiel uitvinden. Maar ik denk wel dat er een hernieuwde interesse is. Vorig jaar de stadslandbouwbijeenkomst georganiseerd door de gemeente was ontzettend interessant en heel mooi. En we zagen dat er veel mensen op afkwamen. En ja, ik zie het ook wel een beetje als een soort startpunt voor een nieuwe interesse. En vanavond gaan we dan ook kijken hoe we iets concreter hierover na kunnen denken. Nou, de zaal loopt dan mooi vol, hè? Ik zie het, ja. Er komt heel wat volk binnen. Ik hoop dat we zoveel koffie hebben. Goed, wij gaan afwachten wat er vanavond allemaal naar voren komt. We wensen jullie natuurlijk heel veel succes. En juist voor Kampen en juist in het kader van milieu denk ik dat jullie goed bezig zijn. Oké, nou dankjewel. We gaan kijken welke kansen er voorbij komen. Ook in de werkgroepjes die we later gaan vormen. We hopen dat jullie actief mee kunnen doen en een rol kunnen vervullen in het realiseren van nieuwe initiatieven. Het grootste moment bij het seniorentuintje was afgelopen zomer. Er komt een hummel van, kan loslopen, dus 1,5, 2 of zo. Die komt kijken en die zei van, wat doe jij? Ik zeg, ik ben in mijn tuintje bezig. En wat is dat? Dat is een aardbei.
En lekker. Oh, stiemoeder, ze lust zo graag aardbeien. Ik zeg, wil je wel met mij een aardbei plukken? Nou, kind gelukkig, maar ik ook gelukkig. En toen dacht ik, waarom ben ik nou om die ene aardbei met het kind zo gelukkig? Omdat ik van kinderen hou? Ik denk, nee. Ik denk, weet je, zoiets verbindt. Ja. Dat verbindt oud met jong en buiten met binnen. Ik denk, nou, daar gaan we gewoon voor. En met gediende verbind ik ook wat. En met de rest van de senioren, want wij drinken elke maandagmiddag een lekker kopje thee. En we spreken even of onze dopperten opkomen, of onze boerenkool groeit, of dat we onze zaadjes hebben opgegeten. Dus het is dubbel. Het geeft mij en de rest van de senioren heel veel plezier. En het verbindt jong en oud. En er komen heel veel mensen langs, dus gewoon geweldig. Dus, ja, flat worden op een seniorenwoning, die wilden nog wel graag een tuintje, maar konden dat niet meer zelf doen. Daar hebben Hanjo heb ik overlegd met van hoe kunnen we dat toch nog in elkaar geven, dat Hanjo regelt zeg maar, dat er mest opkomt, dus het grove werk gebeurt vanuit de kinderboerderij en de senioren die bij ons bekend waren, hebben zo de koppeling gemaakt, hier hebben we toch een klein tuintje en kunnen we met elkaar, want het gaat ook om het ontmoeten, kunnen we met elkaar een leuk tuintje hebben. Ja, ik ben dus Henk Pelleboer van Polderzicht, biologische melkveehouder in Maastenbroek en Volden, heel de wens van Kampen, Zwarte Waterland. Daarnaast hebben we een zorgboerderij. We vangen heel veel kinderen op met een beperking, zeg maar. Daarnaast hebben we een educatieruimte. We ontvangen mensen tot groepen ongeveer 87 personen, voor bedrijfsuitjes, voor familiefeestjes. We vinden het dus belangrijk om de mensen bij de boerderij te betrekken, te laten zien wat we doen. En we zijn met een groep eigenlijk al ondertussen twee jaar om te proberen een streekproduct op de markt te zetten. Ik zie dan hier succesvolle streekproducten. Nou, ik dacht wel even van, dat is toch wel moeilijk, dat gaat niet zo even. We zijn anderhalf jaar mee bezig, maar toch, je ziet toch een ontwikkeling dat het wel iets op gang komt. Je merkt ook, dat zie je hier dan ook weer, dat toch de mensen wel graag lokaal en bij de streek willen kopen. Maar om dat bij elkaar te brengen, dat is denk ik dat is toch wel iets moeilijker. Want als je het streekproduct overal op de boerderij hebt, dan moet je het wel op ene vlek of zo ergens kunnen brengen waar de burgers, consumenten weer op kunnen. Ik vertel haast een nieuwtje, maar het is 99% zeker dat we in mei dan toch kaas hebben. Het heeft zo'n 2 jaar geduurd om dat voor elkaar te krijgen. Dat doen we samen met de weidevoer. We zijn heel druk met weidevoer en we doen dat samen met vogelbescherming. En dat wordt dan eigenlijk een regen weder kaas of zoiets in die buurt zal er ergens komen. Daarnaast hebben we al anderhalf jaar geleden de eerste stierkalfjes aangehouden. En zo, met een klein jaartje zeg maar, en ook met ook vleesbekend. Dus, we hebben constant wat stierkalfjes aan, niet allemaal. Maar we hebben ongeveer 170 groeien, dus dan krijg je ook ongeveer een 80 stierkalfjes in het jaar. Dus dat is anderhalf in de week. Dus ik roep iedereen ook straks van vlees te doen. Dat komt Nou, mooi. Ja, dat is mooi. Leuk dat we zo'n primeur hebben, een streekproduct in de regio erbij. Nou, streekproduct zijn ongeveer 8 ondernemers. Risa en net Kalder zitten in ieder geval bij. En ik zag het net nog niet, maar die vreugde boem in ieder geval. En de kamperij aan de kaas. R1. De Meersenhout. Van de Linden met aardappels. Nou, als boeren zeg maar, de product ergens op één plek kunnen brengen en de consument haalt het daarop, dus dan is het een keer streekmarkt aan natuurlijk, maar dat is dan maar één keer de zoveel tijd. Ja, als je dus één plek hebt bijvoorbeeld waar je neer kunt zetten. Ja, daar zijn voorbeelden van. Hoor. Dat nou, ik zou zeggen, regel daar even, dan regel wij dat product erop. Dus het is jullie volgende keer. Dat is een afgesproken, eerste afspraak voor vanavond.